Goedenavond allemaal. Ik had u gisteren de techniek laten zien van deze mooie kaart. Maar het moest uitsnijden, was ik dus zo wat aan het sukkelen. Maar u kunt het op voorhand uitsnijden. Het is maar even om ter attentie misschien dat u dat ook gemakkelijk zult vinden. Dus deze zijn uitgesneden. En wat u dan alleen nog moet doen, is het beinken. Dan moet u zo niet liggen meten. Voor de juiste afmeting te hebben, want het is voor mij ook nieuw. Het is de eerste keer dat ik ermee werk. Dus nu is mijn stempeltje beïnkt. En het bloemetje is al uitgesneden. En dan drukken we dat er zo op. En dan pakken we dat eraf. En u ziet, u hebt een mooie stempel. Allee, u hebt een mooie afdruk. En dan pakt u dus uw pareltje. In dit geval ga ik een beetje een kleiner pakken, want het is niet zo'n grote. Ja, klopt. En dan pakt u weer uw tacky-glue. En u doet een klein dotje. Het hoeft niet veel te zijn. En u pakt uw pincetje. Of u doet het met uw hand. Maar voor het dan in het midden te krijgen. Hebt u toch uw pincetje nodig. Dus zo, op die manier kunt u dus al die bloemblaadjes doen. En dan dat ik toonde met de embossing poeder. Dus, het is het potje ernaast. Met de embossing powder, dat is het juist hetzelfde. Dus je hebt dan nu, u hebt dat dus beïnkt. En als dat dan nog nat is, dan moet u dat wel toepassen. Dus u mag dat niet te lang wachten. Want als het opgedroogd is, kun je die techniek ook niet meer toepassen. En het is dan met de heating tool dus, als u geëmbrost hebt, dus in draaiende bewegingetjes erover gaan. En nu is het, ik heb het nu niet geëmbrost eerst, maar ik ga er eens met de glitterpen over gaan. En dan hebt u ook een speciaal effect. Ja, een ander effect, ja. Maar ik ga even toch drogen, want het is nog een beetje nat. Mijn pincetje. Want dat wordt heel warm. Wacht eventjes. Dat is maar een klein bloemetje. Dat is natuurlijk niet gelijk als een kaart, hè. Dus het is gewoon nu voor de stempel te drogen. En ik denk dat hem nu droog is. En dan kunt u er met uw gouden pen overgaan. Komt daar zo ook
Ziet u, want dat uw inkt nog nat is, dan zou dat allemaal uitlopen en dan is dat ook niet mooi. Ik zal het dus eventjes wat meer naar de camera brengen. Dat je dat, ja. In het zicht zul je er natuurlijk... op camera is het altijd een beetje. En dan ja, dan heeft hij weer een bloemetje. Je pakt een dotje. Het is maar gewoon af te trekken. En ik plaats het er van achterop. En je moet dus wel heel goed wrijven. Ziet u, want hij heeft het nog niet opgepakt. Langs de ene kant wel. Ja. Nee, toch nog eventjes. Soms ja, gaat het ook wat vlugger. Ja, ze plakken heel erg hard. Dus daarmee ziet u, nu plakt hij erop. En uw knopje zit mooi in het midden. En dan geeft u hem een plaatsje op uw kaart. Dus wat ik alleen wou zeggen, is u snijdt dus uw malletjes, uw bloemetjes, hè, op voorhand uit met uw mal. Dan beinkt u het en u zet het langs de goede kant erop. En dan hebt u niet die moeilijkheid voor, gelijk ik gisteren had, om dat juist in het midden te krijgen. Of dat het zou verschuiven of zo. Dan hebt u die moeilijkheid niet. Dus ja, beste kijkers, dat wou ik nog even bijbrengen. Dag, tot ziens.